Hallo mensen, ik ben hier al voor de 38e keer niet kapot te krijgen, zie je wel hè? Ik ben verslaafd aan jullie. Ik zie dat we vanavond goed publiek hebben, de fine fleur van Pottiesburg. Het kan vanavond vriezen en het kan dooien. Hier in het bejaardenhuis vriest het nooit, wel dooien. Alleen die opmerking net hier vooraan, dat vond ik niet zo leuk, nee. Zo gooi ik het weekend niet in met jullie. Nee, er zit er een, het kwam geloof ik u te genodigde. Er zit er een, daar had die oude zak ook weer. Nee, met zijn opmerking zakt toch meteen het niveau van de avond, hè. Ik zal het eens aan de VAR vragen, want we hebben bij de zittingsavond een VAR, hè? Dus als er iets niet helemaal klopt of er is iets spannends te doen, en dat is in dit geval, vind ik dat, zal ik eens even vragen naar Jos Somers boven. Ja, Jos, wil ik even kijken. Daar had net iemand zijn rotopmerking gemaakt, daar hadden ze een oude zak ook weer. Jij kunt dat zo zien, denk ik, hè. Ja, hier vooraan zit hij, de tweede rij. De derde van links, een grijze vrouw zit hij, hè? Grijze haar. Grijze haar, dan moet hij maar rij zien. Dat is mijn schoonzuster. Ja, wie had die tekst ook gemaakt? Ja, in deze sport in de zak lopen had ook al wat veel agressie, hè? We roepen scheids, zakkenwasser. Nee, maar alle gekheid op een stukje. Hè. Zal ik eens even zeggen, even serieus. Ik kom zo net, platzak uit Saxe, Duitsland. Van de Weltmeister, kampioenschappen, zaklaufen terug. Je ziet, met mijn Duits is nog niks mis, hè. Of ik gewonnen had, nee. Er liepen nog twee zakken harder als ik. Een Australiër had gewonnen en die liep in de zak van een kangaroo. Ik heb meteen protest aangetekend, hè? En de dierenpartij even laten kijken, want dit kan natuurlijk niet. Nee, ik ben driede geworden. Ons mam zei vroeger altijd, Jantje, je bent mijn eeuwige driede. Zo kwam ik laatst van de wedstrijd met een vuile zak thuis. Zit me Jan Jentje, als ik jouw zak zo zie, schieten de tranen in mijn ogen. Zal ik zeggen, dat komt door de traanzakjes, zei ik. Ja, en mijn Jan was ook altijd met een zak. Met Robijntje, zakverzachter, hè? Die heb ik ook altijd bij me. De kruiden trouwens, ons Nel had dat ook wel eens gedaan, hè. Ja, dat kon mijn Jan niet. Ik zeg, Nel, wil ik even met de zak wassen. Ja. Het kiekt lullig, hè, maar zo is de wedstrijd nou eenmaal. En van de Robijntje, ja, kregen ze een lekkere zachte zak, hè. Ik gebruik Robijntje tegenwoordig als douchel. Zijn harde zak loopt ook niet, hè. Hij spoort niet. Zal ik zeggen, je moet een natte zak ook nooit in de volle zon te drogen leggen, hè. Dat is een weetje van lieve Mora. Nee, sorry, van Mona. Afijn, ik met mijn schoenen gestreken, Aro Dynamo vieze zak, naar de Weltmeisterkampioenschappen zaklaufen in Duitsland. Had ik al gezeten, hè. Dit is ook een heel goede zak, hè. Dit is een merkzak, Jutte. Die kun je opjutten. En je kunt er zelfs mee over water lopen. Maar ja, dan moet het wel een paar nachtjes gevroren hebben, hè. Dat snappen jullie zelf ook wel. Op zijn kampioenschap deed ook een Belg mee, maar die lag een hele tijd op zijn platte bek. Maar er is ook geen lopen in zijn puntzak, hè. En er was een Franse deelnemer. Wisten jullie trouwens dat ze in Frankrijk tegen een zak ook zak zeggen? Dus zak zeggen, een zak hier is ook een zak in Frankrijk. Ja, precies. En wat denken jullie van een schot? Die liep in een doedelzak. Maar dat vind ik toch een riskante zak eigenlijk. Hè? Die fluit zal op een gegeven moment dwars gaan liggen. En dan stoot de mieter er toch maar mooi op hun bek.
zou ik zeggen. Hij had trouwens na de wedstrijd ook mooi de piep leeg. En kon naar de winst fluiten. Maar de meeste prominente zakken, zou ik zeggen, de zakloopbobo's, die kwamen toch wel uit de graaf. Hier stikt het van de zakken. Mits, hebben jullie hier ook last van die droge lucht hier? En een natte spons heb ik wel bij me, voor de lippen nat te maken. Dan wordt dat nog in ieder geval wel makkelijker, hè? Maar ja, er zijn andere middelen voor, maar die heb ik hier niet voor handen. Maar ik geloof in wonderen. Weet u wie ook meeliep? Pastoor René Aarde. Die liep in zijn ouderwetse verwele collectezak met zijn kwastje en zijn lange steel. Ja? Oh, je hebt er nog niet van gedronken, hè? Nou wel. Ja. Dankjewel, hè, Jos. Tot de summe dadelijk, hè. Dan vatten we nog eerder. Oh. Dankjewel. Kijk. Ik had 10 minuten voor de buurt, maar er wordt 5 minuten zuipen af, hè. Dankjewel, maar niks, hè. Maar die zien dadelijk toch nog wel makkelijker, hoor. Want het komt nog licht voor tot ik iemand beledig en dan geef ik er nog een pilsje, geweten weet wel. Maar nou kom ik er toch nog tekort aan, denk ik. Maar ja, dat heb ik niet aan te zeggen. Maar ik had het over de pastoor, hè, met die lange, met die overwets gelekte zakje, met zijn lange of met zijn kleine kwast en zijn lange steel. Ik wou zeggen met zijn lange kwast en een korte steel, maar dat is het niet. Op een gegeven moment voel ik die steel in mijn nek. Ik kiek. Ik zeg, verrek, daar had onze pastoor ook. Ja, ik had hem nog niet gezien, maar toen ik hem voelde, toen zag ik het. Maar ik heb met een tekst nou achter de voren gezegd. En hij was niet alleen, hij had Joske Verhalen bij hem, hè? Onze allround misdienaar. Die liep in het seksje van de gezinsbijdrage. En dat seksje rammelde toch. En ik hoor niet graag als een seksje zo rammelt, hè. Dat is irritant, mensen. Jacques van der Geest zou eigenlijk ook in de gesponsorde zak lopen. Hij had van de LPG de zak gekregen. Maar Jacques kwam niet door de keuring. Ze constateerden een zakbreuk. Ja, en daar kon de grootste vijand niet, hè. Nee, zie je, jullie hebben tenminste medeleven een klein beetje, hè. Weet je wie er ook waren? De populaire arenatoppers. De drie S'en. Sotter, Sparidans en Sir Bayens. Ze liepen iedereen een mouwzakje. Maar omdat ze veel herendelen zien, gingen ze toch maar met z'n drieën over in ene grote driedelige zakzak. Met veel ingenaaide, ingekomen stukken. Maar de drie wijzen vielen buiten de prijzen. Nou mensen, dan heb ik jullie even het onderste uit de zak gegeven. Zo kunnen we weer zien dat de zak toch weer goed geweest is voor mijn nummertje. Hè? En als je nou het verhaal de revue nog eens laat passeren, dan zullen ze zeggen, er zat toch wel wat in. Nou, dan doorveur, mijn excuses. Ik dank jullie alle hartelijk, jullie waren een fijn publiek. Ik heb hier staan, kunnen jullie morgen niet terugkomen, maar dat heb ik gisteren geschreven. Dus volgend jaar ben ik weer terugkomen. Hè? Tenminste, als ik van de commissie na vanavond niet de zak krijg. Mensen, hallo, hè.